We zijn nu bij een andere beversite, ook in Lanaken. Dit is in de buurt van Relk. En dit is een hele ander soort beversite en die ga ik jullie nu even laten zien. Zo'n mooi plantje, geweldig. We zijn tenslotte in België. Als jullie ook kunnen zien hier, heeft de bever hier eigenlijk dit hele stuk onder water gezet. Hij heeft zo'n beetje een wetland gemaakt hier. En dat is heel goed voor het biotoop hier, waar wij van spreken. Dat is heel goed voor allerlei amfibieën, wat hier kunnen gedijen. En insectenlarven van libellen enzovoort, die kunnen hier rustig in het water leven. Hier zien we een bom waar de bever aan geknaagd heeft, die eigenlijk op springen staat om om te gaan vallen. En kijk, soms is het eigenaardig van hem, ze niet een extra duwtje geven. Ze wachten gewoon tot het de boel rot is en dan valt de bom op een gegeven moment vanzelf om. Ik sta hier bij de beverdam. Hier. Als de bever minder dan 50 centimeter water heeft, dan gaat hij dammen bouwen om lekker rond te kunnen zwemmen. En hier heeft hij een dam gemaakt, ik denk van nou, zeker wel 25 meter lang. En je ziet dat allemaal takken allemaal in zitten. En hij heeft er modder, met zijn handjes, modder aan gesmeerd. Als hij stenen kan vinden, doet hij er ook stenen bij. Dat is een hele constructie. En het water gaat heel langzaam er doorheen, precies gecontroleerd. En zo heeft hij een enorme vijver gecreëerd waarin de bever kan rondzwemmen. En waar hij ook op zijn gemakje aan alles kan knagen. En overal heen kan gaan. Hier staan we bij de burcht van de bever. Die bevindt zich op het eilandje daar. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij best wel groot is. Ongeveer 2 meter hoog en 5 meter breed. In de burcht is één droge kamer. En daar leven ze, slapen ze en zo. En er is ook een natte kamer. In de natte kamer leren ze de kleintjes zwemmen. En ze gaan via de natte kamer, gaan ze via onder water weer terug het water in. Je ziet de bevers niet weggaan uit de burcht, want die holen liggen onder het water. De beverburcht is zoals je ziet gemaakt van takken en modder. De modder smeren ze tussen de takken om hem dicht te maken. Zodanig dat het alles is opgevuld en dat vossen enzovoorts daar niet binnen kunnen komen. De takken die moeten ze natuurlijk eerst eventjes afzagen ergens, hè, met hun tanden. En die brengen ze allemaal naar de burcht. Ik heb hier een kleine pluche bevertje om een aantal dingen uit te leggen. In het echt is een bever 1 meter groot en zijn staart is 30 centimeter. De vacht van de bever is heel waterafstotend en heel dicht bij elkaar. 23.000 haartjes per vierkante centimeter. Wij mensen hebben maar 300 haartjes. De bever verzorgt zijn vacht door een klier uit zijn onderlijf bij zijn staart. En daarmee smeert hij met zijn voorpoten zich volledig in. Zodat hij waterafstotend kan blijven. De vacht van de bever houdt ook een beetje lucht vast, waardoor het isolerend is. De staart van de bever is enorm belangrijk. Hij zwemt ermee en gebruikt hem als roer. Hij zit erop. Hij gebruikt hem om vet in op te slaan. En ook als warmteregulatie. En ook wat heel belangrijk is met de staart, hij kan er heel hard mee op het water slaan. En dat is dan een alarm voor alle andere bevers als er gevaar dreigt. En dan kruipen ze zo snel mogelijk in een hol. De poten van de bever gebruiken hij verschillend. De achterpoten, daar zitten zwemverliezen tussen. En dan zwemt hij heel goed mee. Met de voorpoten kan hij dingen pakken. Gelijk stokjes en alles. En eten. En ook, hij doet er ook, gebruikt ze ook om modder tegen een dam aan te doen en aan te smeren. Het mannetje en het vrouwtje paren in januari, februari in het water. En na 3,5 maand worden de bevertjes geboren. Meestal zijn het er 2. Ze worden geboren in de droge kamer in de burcht.
En ze worden daar heel goed verzorgd en ze worden gezoogd door de moeder. Na een paar weken krijgen ze al een beetje plantjes erbij en ze leren ook zwemmen. En als ze eenmaal buiten zijn, na een maandje of wat, dan zie je ze ook spelen samen. Het is echt enorm schattig om te zien. Als de babytjes worden geboren volgend jaar, dan hoop ik uitgenodigd te worden op de babyborrel.